Welkom allemaal bij de opening van Sex of Fifth Amsterdam. Super leuk dat jullie er allemaal zijn. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag... Ik ben altijd de dag kwijt, zo dom. Dinsdag is het en ik ga nu de regen erin. Ik heb net gesport. En ik ga foto's maken en dan weer terug naar kantoor. Werken. Het is lekker druk, maar dat is goed. Maar de regen is niet zo chill. Maar goed, fiets pakken en ik ga. Ik ben op kantoor aangekomen en ik ga hier nog even 2 uurtjes werken. Kijk, we hebben aan onze slinger hebben we allemaal lichtjes gehangen. Het ziet er nu echt heel leuk uit. Oké, ik ga dus naar huis. Ik heb trouwens deze oorbellen komen binnenkort in de webshop. Alleen dit is een sample. Ze komen kleiner. Het hart wordt kleiner dan dit. En ja, ietsjes anders. En ik krijg deze ook nog meer samples van Sigrada. Dus ik ben heel benieuwd wat dat is. Nu komen Monica en Lars eten. En Sander heeft Olivia op de klasje gehaald. Dus ik ga snel naar huis racen door de regen. 5e keer in de regen vandaag. Hey guys, good morning. Het is vandaag woensdag. En ik ben al even aan het werk. Ik heb mijn aangekleed opgemaakt. Ik voel me echt heel beroerd. Zo verkouden. De oren zitten dicht. Mijn neus zit dicht. Alles zit dicht. Maar goed. Ik heb geen koorts. Ik heb net even opgemeten. Dus ik ga gewoon mijn ding doen vandaag. En ja, kijk eens even mee. Hi. Wat ben je aan het doen? Oh. What are you doing? Ik ben een nieuwe plan aan het uitvoeren. Is dat moeilijk? Hè? Is dat moeilijk? Nou ja, dit is... Kijk, ik heb allemaal verschillende. Wat dit zijn de vocals. Forever and forever, unless you're right here. And I know, it's kinda hazy. Met alles erbij. Ja. Yeah. Je moet zorgen dat het een goede balans heeft, dus dat die vocals er maar goed klinken. Oké, doei. Oké, het is even later. Ik heb echt de meest stressvolle dag ooit. En ik ga nu naar het diner van Janine. Die geeft elk jaar een diner voor goed doel. En dit jaar is het stichting Papageno. Volgens mij zeg ik het verkeerd, voor autisme. Maar daar gaan we zo meer over leren. Dus daar ga ik naartoe. En dit heb ik aan. Ik heb me in 1 seconde opgemaakt omgekleed. Tenminste, ik heb me eigenlijk gewoon niet opgemaakt. Van de make-up van vandaag heb ik nog op. En dit is de jurk die ik aan heb van Zara. Ik heb die vintage Chanel riem om en mijn nieuwe Jimmy Choo laars heb ik aan, die ik zo cool vind. En I know, het zat allemaal in mijn kast. En Kay gaat ook mee, want het is voor moeders of mommies to be. En Kay is natuurlijk een mommy to be. Dus ja, ik ga er nu vandoor. Ik zit in de auto, alleen je ziet me volgens mij niet. Met Kay, die gewoon zwarte schim is. Ik ben nog donkerder. We gaan naar het hier. Oh, leuk die lichtjes. Ik was vandaag op de ijsbaan. Oh, we hebben net lichtjes opgehangen bij Gidsel. Echt? Oh, ja. Leuk. Het is een beetje hysterisch, was het zelf. Is het leuk voor mij om foto's te maken? Je kan een poging wagen. Niet scherp. Jij kan van alles wat niet mooi is, iets moois maken. Dus ik zou het ook... Kijk hoe leuk. Zullen we morgen gaan schaatsen? Thuis van diner. Sorry, ik film zoveel losse fragmenten en dat is... Wat zit hier voor een mooie plek? En ik weet dat jullie dat niet leuk vinden, maar ik kan gewoon niet meer filmen. Ik heb vandaag heel veel dingen geshoot en afspraken gehad en... ik ging naar het diner. Sorry voor mijn mogelijke hoest in deze vlog alvast. Maar goed. Ja, dat diner, dat waar ik geweest ben voor Stichting Papageno. Het is wel echt... Janine organiseert het elk jaar en het is wel altijd een heel inspirerend diner, want... Ik sta soms gewoon niet stil bij bepaalde dingen. Ik denk dat heel veel mensen die druk zijn dat niet doen. En als je dan op zo'n avond zit een diner en dan voel je je wel weer heel erg dankbaar en gezegend. En dat is gewoon een goede herinnering ook weer dat ik meer voor anderen moet doen. En ik hoop zelf ook ooit met Sander een stichting op te richten voor het goede doel. Daar zijn we nog niet, maar
Het is wel heel inspirerend om te zien hoe Aaltje van Zweden dat gedaan heeft voor Stichting Paperino. Mocht jullie meer willen weten, zal ik het hieronder nog even linken, die stichting. Sorry voor mijn stem. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen, Olivia. Hallo, Olivia. Hey guys, good morning. Het is donderdag en ik heb me net aangekleed. Ik heb deze top aan, die is nieuw van Self Portrait. Hij maakt me wel een beetje bulky, maar nou ja, shit happens. En mijn vintage Chanel riem. Zwarte broek van Justice heb ik aan en deze Prada tas. En ik ga met Monica nu de opening van Saks Fifth Avenue doen. Saks of Fifth Avenue, want het is de sale items van Saks Fifth Avenue. Een soort van outlet wat in Amsterdam geopend wordt. In Rotterdam is het al geopend. Het lijkt me of mijn kind maar gewit is. Dat gaan we doen. Dus daarom heb ik hem opgemaakt. En Sander gaat gezellig mee voor mental support. Dus dat is heel lief. Hi. En ja, ik ben benieuwd. Het is heel slecht weer buiten. Dus we'll see. Logo's kopen, toch? Hoe meer logo's, minder geld. Yes, hallo allemaal. Kom maar allemaal een stukje naar voren. Iedereen staat netjes in de rij, maar we gaan zo beginnen. Dus kom allemaal maar deze kant op. Ja, ze komen met z'n allen. Dat heb je goed gedaan. Yes, welkom allemaal bij de opening van Saks of Fifth Amsterdam. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. Vandaag opent Saks of Fifth de tweede winkel in Nederland. En Monica en ik zijn gevraagd om deze opening te presenteren. Ik ben Noorden Vloot. Jullie kennen mij misschien van mijn Instagram, Queen of Jetlex, of mijn YouTube-kanaal, Queen of Jetlex. En ik ben hier met Monica Geuze, die jullie wellicht ook allemaal kennen. Wij zijn super blij dat wij de opening vandaag mogen doen. En zometeen officieel de deur te openen van Saks of Fifth Amsterdam. Yes, hallo, hoe gaat het met jullie? Ik ben Monica en net als Noor ben ik super blij om hier de nieuwe fantastische winkel van Saks of Fifth Amsterdam te openen. En wist u dat de eerste 300 bezoekers een kortingsvoucher krijgen van 10, 20, 50 of misschien wel 100 euro de moeite waard? Yes, en ja, Monica en ik hebben stiekem even rondgekeken net en hebben inderdaad heel veel gezien. Hè? Absoluut. Maar wat gaat er vandaag gebeuren? Zometeen openen we onze eerste winkel in Amsterdam. En ja, zoals Monica al zei, we delen ook vouchers uit aan de eerste 300 mensen. Later voor iedereen ook een lekker drankje in de winkel. En er kunnen foto's gemaakt worden en vooral heel veel aantrekkelijke dingen aangeschaft worden. Yes, ik liep dat even rond en ik zie echt superleuke afdelingen. Ik vind de zonnebrillen net zo leuk als de tassen en dan de schoenen nog leuker. En, ja, ik zie het nou, wat is jouw favoriete afdeling hier eigenlijk?
Ja, als ik heel eerlijk ben, de schoenenafdeling. Meer dan 9000 paar schoenen, 200 verschillende merken. Van high heels tot aan sneakers. Kortom, voor ieder zit er wat bij. Yes, dankjewel Hanneke. Heeft iedereen er naar zijn zin? Ja! Die is al geslacht. Oké, nou over een aantal minuten open we officieel de winkel. Na het doorknippen van het lint kunnen jullie met Monica en mij in de winkel op de foto. Op de eerste etage zijn we zo meteen. Maar voordat het zover is, mag ik iemand een vraag stellen? Dan kom ik even onderaan. Wat verwacht jij van de winkel? Hele mooie kleding en mooie passen en mooie bedrijfdingen. Voor de week twee keer met jullie ook mee gedragen. Ja, dus, het is echt geweldig. Jullie gaan het zo allemaal zien, hè? Ik ben ook even onder een lint doorgebroken en ik had een vraag aan jou. Ben jij precies ergens naar op zoek of kom je hier gewoon even zo te kijken en te kijken of je het kunt vinden? Nou, ik wil wel kijken bij de zonnebrillen, want ik ben gek op zonnebrillen. En ik ga ook sowieso kijken bij de 9000 schoenen. Ja, dat snap ik. Die kans zou ik niet aan je voorbij laten gaan. Ik wil jullie verder graag voorstellen aan Marcel Korver. En dat is de store manager van Sex of Fifth in Amsterdam. Marcel, heb je er een beetje zin in? Ja, we zijn dus wel ontzettend vermoeid. Ik ben trots op het team wat achter me staat. We zijn totally excited. We gaan er vandaag een hele leuke dag van maken en we kunnen jullie eindelijk het resultaat laten zien. Dus ik zou zeggen, kom straks in grote getale binnen. Yes. Super. Hanneke, zou jij de schaar willen overhandigen aan Marcel? Ja, Marcel, ik geef hierbij de schaar waarmee jij dit door kunt knippen om deze winkel officieel te openen voor het publiek. Such an honor. Yes. Oké. Okay. 3. 2, 1, here we go! De winkel is geopend en ik zie jullie binnen. Daar wil ze liever een foto van. Wij zijn bij Sex en Monique zijn foto's aan maken. Het zijn allemaal super leuke mensen die hier gekomen zijn. Zoals deze man. Wij zijn klaar bij Sex. Het was echt super gezellig. Ik ben echt mijn stem langzaam maar zeker aan het kwijtraken. En Biefje is uit school, dus die is er gezellig ook. Ik moest weer heel erg hoesten, maar we gaan naar het Amstel Hotel. Gaan we lekker lunchen met Sander ook. Sander is de fiets van Bibi nu naar het Amstel Hotel aan het rijden, dus dat is echt super lief. Dat Bibi met ons met de auto mee kwam. En Bibi was net klaar van school en daarna gaan we lekker met Olly spelen een paar uurtjes. En dan vanavond heb ik een meet-up bij Forla. Dus het is een drukke dag. Maar daar heb ik ook heel erg veel zin in. Alle meiden van kantoor komen ook. Dus dat wordt heel leuk. Let's go. Ons eten is er. Ik heb een zalm-avocado broodje. Mo heeft club sandwich en bitterballen. En we hebben allemaal oesters, frietjes, overal. Hieps heeft een hamburger. Mag ik een hap van je hamburger? En Sander is nog steeds unhealthy life. Dus die eet een bulgur salad. Good boy. Smakelijk. Oké, guys, ik was weer thuis en ik heb me even opgefrist. Ik ben echt letterlijk 5 minuten thuis geweest. En nu zijn we klaar voor ronde 2. Namelijk een event bij Furla. Dat ik samen met Grazia doe. Ik had natuurlijk dat pak aan vandaag. Had ik dat laten zien? Weet ik niet, denk het wel. Ik had het pak aan, maar ik heb de broek uitgedaan, want het is best wel lang. En ik heb nu deze schoenen aan van tots hieronder. En ik dacht, ja, ik heb geen tijd. Laat ik dit gewoon aanhouden. Dus dit is wat ik aan heb. En Sander gaat draaien bij het event. Dus, en alle meiden van kantoor komen. Dus het wordt denk ik wel gezellig. So let's go. Ik ben thuis van het Furla event en ik heb net mijn mascara door mijn oog gewreven. En Bibi was met Monica naar de Excite Award, want Mo ging een award uitreiken. En Bibi is dus ook net thuis, want die hoeft morgen pas om 12 uur naar school.
En nu gaan we naar boven en lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Zo word je wakker als je een pony hebt. En met een stom. Oh, dat is niet de bedoeling, Olivia, dat jij een mes hebt. Kijk, hier is lekker je brood. Lekker eten. Ja, we zijn wakker, we zijn aan het ontbijten en ik ben best wel moe. Gaan we nu opmaken. En dan ga ik naar de ijsbaan om een foto te maken en Olly naar de crash brengen. En dan is het bijna weekend. Ja. Yeah. En we zijn, Sander, waar ben je? Oh, daar. Yo. Sander, die is nu op Slam FM. Ik ben je aan het filmen. Oh, hey. En dat zijn we aan het luisteren, toch? Ja. Yep. Er is een mix voor jou op Slam FM, toch? Ja. Elke maand doen we een mix en je gaat op Slam FM. Ja, leuk. Dus dat heb ik even opgegeven. Hey guys, ik zit in de auto. Ik heb net geschaatst op de schaatsbaan met Stephanie. Het was echt super leuk. En nu ga ik sporten weer. En ik ga de vlog afsluiten, want het is vrijdag. En zondag komt de vlog online. Dus, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben, want volgende week begint Vlogmas. Elke dag video, de hele maand. En ik zie jullie woensdag weer.